Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg, blijf kijken! Vandaag ga ik langs Ayla en zij doet mee aan het nieuwe seizoen van X on the Beach. En heb ik de tablet of terror meegenomen? Ja. Hey! Godverdomme. Okay. We zijn wel begonnen nou. Ja, nu staat hij aan. Hallo. Hallo, hoe zeggen ze? Kijk hoor. Eten! Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik heb eten nu. Eten, nu gaat het heel goed. Ja. Ja. Je hebt meegedaan met X on the Beach. Ja. Hoe was dat? Ja, was leuk. Was leuk? Ja, ja, was, ja, ja. Ik heb wel genoten. Er waren wel mindere momenten, tuurlijk. Ja. Het blijft want jouw ex is al gekomen. Ja, maar ja. Ja, ja. En dan ging niet over slag en stoot. Pleasure. John. Pleasure. Nee, dat was echt die kokosnoot ging bijna tegen proberen. Ja, dat dacht ik al. Nee, echt hoor. Het is echt dat de wodka in zat. Dat had ik echt nodig. En was je niet bang dat je heel veel haat kreeg? Want je flipte wel helemaal. En ik zag ook nog op je Insta dat je wel een beetje soort van excuses had gemaakt. Ik had wel een excuus, ja, want... Ik schrok ook een beetje, denk ik. Weet je wat het was? Nou kijk, ik weet natuurlijk hoe ik ben als ik boos ben. En als ik echt boos ben, dan flip ik. Ja. Weet je wel? En dat weet hij ook, want je zag ze kop vertrekken. Ja. Maar goed, ik flip eigenlijk nog langer. Maar dat hebben ze niet helemaal uitgezonden. Het was echt, ik heb volgens mij 10 minuten lang helemaal rotscholen. Ja. Dan weet je wat het stomme was? Ik kwam, hij kwam aanlopen. En ik was wel gewoon, het is een... bekend iemand, weet je wel, ik kende hem en het was best wel nog heel pril dat het uit was en zo. En was net voor de opnames was het uitgegaan, tussen jullie eigenlijk? Ja, oktober ongeveer of zo, weet ik. Ik weet niet precies wanneer, maar het was best wel vroegtijdig eigenlijk uitgegaan. Ja. En ik ben sowieso eigenlijk, ik kan echt bevriend zijn met mijn exen. Ik ben niet zo iemand die lang wrok koester. Zo, ik heb eindelijk een keer goed uitgepakt. Ja. Maar dat... En ik verstond hem eerst niet, want ik deed hem nog vriendelijke groeten en zo. En ik ging zitten en ik zei tegen hem, ik zeg, wat was hij eigenlijk, weet je wel? En toen zei hij, ja, kom me helpen. Maar ik ging ook echt gewoon... Een hel? Wat? Kortsluiting? Ja, ik ga het niet herhalen, want ik heb weer een film maken. Maar nee, ik had echt zoiets van een vuile teringlaaier. Ja. Ik denk, hoe kan je dat doen, weet je? Je hebt me al zoveel pijn gedaan en dan kom je hier en dan nog een keer. Maar je zag wel heel gauw dat hij binnen no time gewoon achter mijn regen liep. Ja, want jij vond iemand anders en dan vond hij niet leuk. Ja, maar Erik, die was goed, hè? Ja, fucking goed. Ja, sowieso, maar ik wou sowieso, ja, mag ik sowieso natuurlijk al wel doen. Ja. Maar het was gewoon heel mooi meenomen. Ja. En ik vond, ik wist sowieso nadat ik dat gedaan dat de vriendinnen van mij, als ze dat zouden zien, echt doen. Ja. Ik ga nooit alleen naar de McDrive, weet je dat? Wat dan? Dat je al een ruzie krijgt? Oh, nee, awkward. Ja. Oh, ja, dat doe ik eigenlijk ook nooit. Nee. Ik voel me dan echt zo'n... Dikkertje. Ja, ja. Ik heb dat echt nog nooit gedaan. Nee, maar... ik dacht even dat die twee meiden, Coco en... Celeste, dat gewoon vriendinnen waren, dacht ik. Want ze kwamen voor elkaar, kwamen ze. En ze deden zeg maar niks met elkaar. Maar ze gingen allebei. Ze zaten alleen maar te chillen met elkaar. Ik denk, volgens mij is dat nooit een koppel geweest. Ja, ik weet ook niet. Ja, ik denk dat het niet echt. Dat ze gewoon hebben opgegeven. Ze zijn ook nooit echt een koppel geweest. Volgens mij hebben ze gewoon. Ze hebben wat gewoon met elkaar gedaan. Mm. En dat is natuurlijk ook gewoon een ex. Dus ja, hoe leuk is het om gewoon met eigenlijk een vriendin of zo dat te doen? Ja, dan, dat snap ik. Ja. Maar dus bij Julie kwam Laurence. Mm. Of ja, niet als haar ex natuurlijk, maar... Maar die kennen elkaar ook al. Ja, Julie en Laurence, dat zijn hele goede vriendinnen. Oh, nee, joh. Ja, dat zijn hele goede vriendinnen, maar die wisten niet van elkaar dat ze kwamen. Nee, ook al kut dat ze dan weg wordt gestuurd. Want jullie kregen extra powers. Want wisten jullie bijvoorbeeld, dat jullie, toen jullie meededen, dat er extra powers werden gegeven? Dat het kon zijn dat je naar huis werd gestuurd? Dat is helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Toen die tablet kwam en toen was het bam. Toen hoorde je dat. Ja. Ja, weet je wat het is? Ik ben sowieso, ik heb heel veel alcohol daarop, hè? Dus ik weet sowieso niet alles nog 100%. Maar het was, ja, je weet van tevoren sowieso niet wat er gaat gebeuren, dat weet je echt niet. Nee. En als ze het strand uitlopen? Ze lopen het strand uit, ze zijn gewoon fucking droog. Die komen berg niet uit dat water. Nee man, ze, ja, maar eerlijk, ze zitten gewoon echt al 10 minuten onder water te wachten. Oh, dat wel.
Nee joh, wat zeg je? Nee joh, maar ik snap het. Tuurlijk niet. Nee, ja. Dan komen ze aangespoeld. Ja, nee. Ja, maar voor, oh, ik denk dan van, hoe komen ze dan aan? Gewoon van de zijkant, of zit er dan zo'n heuveltje of zo dat ze daar achter zo weglopen? Ja, dat mag ik niet zo zeggen. Oh, dat mag je dus niet zeggen. Nee. Dat is het grote geheim van ja, maar dat draait iedereen. Dat is het grootste geheim van Ex on the Beach. Dat is het grootste geheim. Ja, ja, dat dacht ik al. Nou, normaal als ik onder water zo mijn haar flip, nou, daar zit niks in mijn hoed hoor. Zit alweer extensions eruit. Dat is zo van, je denkt dat je zo die Insta dingen hebt, maar... ja. Dan kom je er recht uit als een flatkatje. Ja, snap je. Oh. Nou, dat dus. Nou, en er kwamen ook weer bekenden uit de zee. Nou, ja. Nou, veel all-stars weer. Ja. 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 Ja, wat moet je nou over zeggen? Ja, weer. Weer. Zoiets is gewoon te tuff hier. Ja, dat geeft niet. Zou je ook meedoen met Temptation? Nee. Nee? Nee. Ook wel meer als, net zoals, kijk als koppel zou ik het wel helemaal niet doen. Nee. 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 Ben je gek, nee, dan ga je sowieso bijna, ja. Nee. Ja, het is wel heftig hè, die mensen wat die doen. Dat ook, en als verleidster zou ik het ook niet kunnen, want ik zou nooit over mijn hart kunnen krijgen om echt een relatie uit elkaar te drijven. Oh, ik wel. Ja? Ja. Kutwaai. Kutwaai. Nee, als je dat nee, doet, ja. Nee, ik kan het echt niet. Nee? Nee, want ik ben altijd in mijn relaties ben ik bedrogen. Ja, oké, okay, dan is het anders. Ik heb echt de hekel uit, niet dat ik jullie haat. Maar ik heb zulke mensen niet zo hoog zitten. Nee, en dat, ja, oké. Okay. Ik zou dat persoonlijk nooit nee. kunnen. Nee. 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 Ja, ja. Ik denk van ja, je zit daar en ze willen het zelf testen, nou kom erop dan. Niet dat ik wat kan verleiden, maar nee ja. Nee, je wel. Ben je gek? Nou, dat geloof ik wel. Ja, hou op hoor. Ik heb ook de Tablet of Terror meegenomen. Ja, hij zit daar, kijk, hij zit daar achterin. Plus, ik mag hem gelijk naar boven doen. Ja, echt leuk. Eerlijk, dus dan gooi je ook gewoon elke keer mijn stem erin. En ik heb niet zijn stem daar. Nee. Dit is gewoon... Ja, nee. Zo gaat het. Iedere keer als je dat hoort, dan word je ook wel gek, denk ik. Nou, het is ook wat je op Instagram voorbij ziet komen. Als mensen, als ze die spoiler gooien, dat er bijvoorbeeld een nieuwe ex is aangekomen, hoor je ook in het begin dat geluid. Nou, dat... Oh, oh. Word je zo chagrijnig van. Ja. Mm. En hoe is het eten daar? Kreeg je daar gewoon fatsoenlijk gewoon normaal eten? Of vond je het wat meer? Ik hou sowieso al niet van wokken. Oh, je kreeg heel veel Thais eten, denk ik. Ja, je zit in Thailand ja. natuurlijk. En dat is allemaal, ja, gewoon de Chinees. Toch? De Chinees? Ja, gewoon dat is rijst en zo. En die gooi je gewoon om alles dezelfde sausje. Ja. En op een gegeven moment heb ik echt gewoon continu mango en watermeloen gegeten. Oh, nou. Op een gegeven moment was ik echt wel een paar kilo's kwijt. Dat was wel heel lekker. Ga ik ook meedoen. Nee, maar echt? Ja. Ik kwam terug van Thailand en ik denk, nou wat lekker mijn vriendje. En toen kwam ik kutkarten. Wat heb je meegedaan met Expeditie Robinson? Ja, nou letterlijk. Ik zei ook tegen mijn vriendin, ik zeg, je ziet me elke dag slanker worden. Ja, oh heerlijk. Wat moeten we hebben? De Tablet of Terror. Fuck joh, ik ben er verloren. Zal ik hem pakken? Nou, komt er een ex? Want zit er iemand in de kofferbak? Je mag hem openmaken. Ook nog. Ik heb wel vette klauwen. Je mag hem voorlezen. Lieve Ayla, er wordt tijd voor een spelletje. Pak je twee ex die op de achterbank liggen. Erbij en speel het spel. Ik heb nog nooit. Oh, staat dat daar? Ja! Kut tablet! Nou, wat een nee, gewoon die tablet hoor. Nou ja, dat begrijp ik. Die ken niet zo goed spellen. Maar ex, hij is niet echt een ex. Nee, oh, maar ik vind het heel prettig dat ze niet van die kunnen praten. Is het zo? Misschien ja, straks wel. Ik ken allebei die zeiken naar mijn kop. Misschien kan die straks wel praten, een van die twee. Jij loopt nu niet te lullen dat echt in. Doe even normaal. Nog nooit heb ik een ex een klap in het gezicht gegeven. Ja? Ja, wie vuist. Dan? Hi. Nee. Nee? Nee. Oh, maar gewoon een goede vuist. Ja. Was verdiend. Was verdiend. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Wil je wat vertellen? Heeft hij wat gedaan? Was het nou, goed gegaan? Ja, dat ook sowieso. Oh. Tuurlijk. Ja, we hadden eigenlijk een hele... Sorry als je dit ziet. We hadden eigenlijk een hele... Wij hebben echt een hele lange relatie gehad. En dat was echt een hele heftige relatie. En ja, dat was gewoon... Het was eigenlijk uit. En een vriend zat ernaast van hem. Dus hij heeft het altijd kunnen bevestigen. Dat vond ik helemaal mooi. Maar hij had een doek met onze foto. En hij trapte die recht voor mijn neus kapot. Oh.
Ja, nou, ja, oké, okay. Ik heb een beetje woedeproblemen, maar ik ben zo kwaad. Ja, dat dacht je, ja, nou krijg je er een. Toen kwam mijn vuist in zijn gezicht terecht. Oeh, lachen. Nog nooit heb ik coma gezopen. Dat ik echt mijn maag leeggepompt moest, ja? Worden? Ja? Nee, dat nee. Ik hou echt van controle. Ja. Ja. Ja, ik ja. Nog nooit heb ik een bedtrip gehad. Zie je denk ik ze. In exen of in... allemaal. Alles. In alle? Dan wel. Nee. Nee. Nou ja, in exen wel. Ja. 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 Maar in... Verder in de drugs? No. Drugs? No. No. Ik heb nog nooit een auto-ongeluk gehad. Bijna net. Ja, met jou. Ja, jezus. Ja, en met anderen, maar niet dat ik zelf rij. Ik kan, als ik het over mijn eigen, ik kan echt heel goed ja? auto rijden. Ja. Nou, dan ga ik even wat leren bij je. Dan, Ik ben een fan. Ja, dat is echt. Nog nooit heb ik een telefoongesprek afgeluisterd. Jawel. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, cool. Ja. Veel te snel onderbroken. Nee, daarna dat kutstuk, had iets langer moeten luisteren. Ja, iets langer. Nog nooit heb ik een fitty gehad op social media. Ja, Hivestijd. Hivestijd, oh ja? Mijn god, dat was kalm. Ik heb ook een hive vroeger. Ja, kut woorden. Godverdomme. Oh mijn god, allemaal bedreigingen, ik sla jou. Kom dan. Ja, 4 uur Albert Heijn, 4 uur Appie. Ik sla heel jou kapot hier. Nee. Nog nooit heb ik geld verdiend aan een criminele activiteit. Dat je weet ik veel, dat je iets inkoopt, dat je dat verkoopt. Waarom denkt iedereen toch altijd dat ik een crimineel ben? Nee, dat denk ik niet. Nee, nou, maar die... Dit zijn de vragen van de Tablet of Terror. De Tablet of Terror. Ja, sowieso. Nee. Oh, nee. Draak. Next, hè. Gauw next. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met de politie. Ja, sowieso. Wacht, ik ben er nooit in aanraking geweest. Dan moet ik, wat moet ik dan gooien? Als je wel bent, jawel, je wel. Hè? Jawel, ja. Ja? Ja, ja. Ja. Ze kennen hem onderhandig. Ze weten wie ik ben. Nou helemaal. Tjus, ja. Iets gewoon met vechtpartij of iets. Of iets gestolen misschien een keer. Ja, vechtpartijtjes. Oh. Ja. Ik ben niet de braafste. Nog nooit ben ik vreemd gegaan. In een relatie niet. Maar buiten relatie wel. Oh wacht, dat gaat nergens. Ik wou net zeggen, daar ben je nooit vreemd gegaan. Nee, hou ik echt niet van. Nee. Okay. Ik kan het ook niet. Weet je ook waarom? Omdat ik weet dat het uitkomt. Ja. En ik ben ook zo'n mogol dat het uitkomt. Ja. En ook gewoon, ik zet mijzelf in iemand anders schoenen, weet je wel. Ja, dan ga je denken van, ja, zo zou ik dat vinden. Maar ik kan het ook echt niet, want als ik echt in een relatie zit, dan... Kijk, tuurlijk, ik kijk ook naar andere mannen, dat is logisch. Ja. Maar ik kijk niet in een... op zich dat ik iemand anders nee wil naaien. Okay. En zo zal ik dat elke dag. En zo, hè? Zo, nee, ik vind het niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Wat is hier allemaal gebeurd? Wat? Ja. Weer een tablet. Ja, fuck jou in je tablet. Je gaat nou ga je echt bang worden, denk ik. Nou, waarom fuck je me op? Ja, dit is echt heel erg. Je moet er maar goed voorlezen en hard voorlezen. Laat me even kijken naar de auto's om me heen. Ja, voordat je eruit rent. Ik durf niet. Oké, lees hem op. Je moet hem hard voorlezen. Niet eerst lezen, Ayla. Oké, lieve, allerliefste Ayla die er bestaat. Jouw Mac-date verandert in een hel. Laat Nick deze roze blinddoek bij je omdoen en laat je verrassen door de ex die al 6 minuten in de kofferbak zit. Nou, daar zit geen lucht in, toch? Dus hij kan niet meer. Jawel. Doe normaal! Nee, dat is illegaal, hè? Jij kan nou, hè? Als jij kijkt, Ayla, dan gaat hij mee naar huis. Het is echt, hij komt. Ja, maar dit is wel heel erg, hoor. Als jij echt hier iemand uit je kofferbak hebt zitten, dat is echt. Dan word je echt lijf, denk ik, hè? Heb je deze niet gewassen of zo? Ja, nee. Ja. Want ik had een roze zak in de was, maar die ben ik vergeten. Ja, kijk dat vlekje. Ja. Wat is dat? Je moet gewoon. Godverdomme! Oké, hij stinkt naar thee, denk ik. Oké, wacht. Nou! Nee, Ayla, niet kijken! Wacht. Ik tel tot 3 en dan mag jij je blinddoek afdoen. Oké. 1, 2, 3. Wacht niet, hij, nee. Godverdomme! Ik heb. Nee, dit is, ja, dat was water, want dat was gelekt. Wat is dit een lelijke foto? Ja, toch nog een beetje ex on the beach, maar dan in de auto in plaats op het strand.
Nou, ja, maar ik heb liever dit hoor. Daar ja. Ja, nou kan je niks meer zeggen als je nou wat nou, wil beter, zeggen. Hè? Ja. Nou, beter hè? Ja. Nou. Ik ben helemaal leeg. Nee, maar... Ik kreeg echt zenuwzinking. Ik dacht, iemand gaat die strak aankomen rijden. Nou, dan moeten we toch een beetje vieren, denk ik, hè? Ja, vind ik wel. Dat hij er is. Ja, maar die ijs, we hebben geen ijs meer. Nou, zijn er nog wel klonten? Nou, en hoe? Zo. Oké, okay. Aan de kant. Bijna. Bijna. Kijk hé! Aan de kant! Aan de kant! Omdat ik een van de fiets heb meegenomen. Oh, dat lijkt me groot ook! Gaan we wat drinken? Het is wel alcoholvrij. Anders nou, maar dat begrijp ik. Tegen mij. Ik drink ook geen alcohol meer. Kijk! Lekker! Want Ex on the Beach, dat draait toch een beetje om suipen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Ja. Wordt er ook drugs gedaan daar op het eiland of niet? Nee man, zover ik weet. Misschien nog een gekke taaien. Ja. Er werd ook heel veel opgeruimd, of niet, bij jullie? Of werd er niet opgeruimd? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb af en toe een beetje uit verveling. Ik heb echt vaak de badkamer schoongemaakt. Jij? Ja. Waarom? Ja, gewoon omdat ik heb ADHD. Ik ken die stilzitten, weet je. Ja. En heel vaak gingen mensen tussendoor, of in de middag, weet je wel, gewoon slapen. Maar je slaat daar niet lang, s'avonds. Nee. Want je hebt daar ook in ieder geval, ik had geen klok. En je wordt om 9 uur sowieso zo gewekt. Ja. En je slaapt misschien ook uit 2-3 uurtjes. Nou, proost. Ja, proost. Zeg ik proost, prut. Santé. 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 En je hebt ook geen telefoon op dat eiland. Nee, maar dat vond ik niet zo erg. Ik drink dit eigenlijk nooit, hè. Drink je dit nooit? Nee. Nee, ik hou ook nooit zoveel van prikwijn. Oh. Ja, ja ik denk ik vind hem wel lekker. Natuurlijk, dit is net ranje. Ja. Maar moest je de telefoon ook inleveren? Die moest je gewoon van tevoren inleveren. Ja, man. Ik kon niet stiekem eentje meenemen, zoals bij Temptation. Ik denk, nee, ik ga nog even vrienden appen. Nee, dat durf ik dan weer niet. Het enige wanneer ik mijn telefoon niet mis, is met foto's maken. En ik ben echt dat ik maak overal foto's, weet je wel. Ik film alles. Maar maakten die mensen van de crew geen foto's van je? Jawel, jawel, oh, maar... pas, ik denk de laatste week besefte ik van, oh ja, hun kunnen natuurlijk ook foto's maken. Ja. Maar in het begin heb ik er helemaal niet bij stilstaan. Dus ik vind het wel jammer dat ik echt niet meer foto's heb. En ja, ik heb natuurlijk ook een paar foto's die hun dan hebben en dat zien er niet uit. Nee, want dan wil je toch even zelf even checken en doe even veel. En, ja, en, dan, ja. En dan die ziet er mooi uit in de posters en dan denk ik... Oh, godverdomme. Jezus, sta ik daar weer met mijn bek op. Oh. Ja. Ja, maar ik draag daar echt 24/7 gewoon, eigenlijk haast geen make-up. Maar wat dacht je dan? Gewoon van... Nou ja, hier ligt daar met 35 graden aan het zwembad. Dus ik ga me niet plamuren. Nee, dat zou ik niet. Ja, en ik was sowieso bruin en ik vind het dan niet heel erg nodig. En als ik uit bed kom, ik ga niet een half uur voor de spiegel staan om even make-up... Ja, maar wenkbrauw deed ik altijd even fixen, dat ik niet met een halve ervoor zou. Maar met een halve. Ik doe eerst even die extra wegpleuren. Ja, dat is goed. Helemaal klaar mee. Komt er nu heel veel op je af? Even de laatste huis. Even de laatste huis. Qua wat bedoel je? Qua samenwerkingen? Ja, fans en dat soort dingen. Ja, nou, misschien samenwerkingen. Dat samenwerkingen. Ja, er zijn wel heel veel. Vooral qua kleding en zo. En heel veel dingen. Maar alles is via social media. En dat is nou het enige eigenlijk wat is. En als je normaal gesproken ook die. Boekingen en zo erbij had, dan gaat het ook wel wat sneller, denk ik. Ja. Ben je wat meer in een picture. Vind je dat kut dat je het niet maar want je denkt dat ik vind het wel heel jammer. Ja. Ja, want ik ben sowieso wel. Ik hou ook wel van een feestje. Ja. En ik denk dat had ik ook echt heel leuk gevonden. En hoe leuk is het als je aankomt in een club en iedereen komt van. Hey, toch? Ja, nou dat was toen ook met. Dat was zo grappig toen we die schuimparty hadden. Toen deden ze zo omroepen van Ex on the Beach, Double Dutch, seizoen 6. En dat was zo leuk. Ik ben rennen daarheen. Ik zeg, ik ken ik wel aan wennen hoor. Ja, geval, maar wat doe je eigenlijk? Wat doe je? Ik werk. Wat doe je voor werk? Ik sta achter de ramen. Oké dan. Nee, ik werk in Beauty Salon, een van de grootste van Nederland. Eigenlijk een Oosterhuisbaas van haar. Oké. Doe ik eigenlijk alles van de kleine dingen, nagels, wimpertjes, maar ook huidverstrakkingen, vetafbraak, tandenbleken. Oh, ik geef cursussen, ik doe alles. Alles, man. Ja. En hoe kijken je ouders erna? Mijn vader zit echt gewoon elke... zondag en gewoon voor de boys te kijken. Oh. En elke na de aflevering krijg ik ook altijd een bericht van ik ben zo trots op jou en dan love you. Ja, papa is zo. Ik heb ook echt een hele lieve vader. Hij is echt, hij is echt een schat en hij is echt heel trots op me. Hij weet dat ik mezelf gedraag. En het enige wat hij zei was, I love you één ding.
niet vechten op tv. Eén ding, niet vechten. Ja, niet... Hey, tyfuslijen! Ja. Molerij op! Ja, ja, maar daar heb ik hem daar altijd wel gewoon voor gewaarschuwd. Ja, van papa, ik. Er gaan misschien een paar woorden komen wat je niet zo ziet zitten. Kijk, even de andere kant op. Me, ja. Maar papa kent me ook met mijn woedeuitbarstingen, ja, dus dat, dit viel nog mee. Eigenlijk wil ik jou bedanken. Zit ze met die glas en die peuk in de bek. Ja, ja, ik vond het echt heel gezellig. Ja, ik vond het ook heel gezellig. Ja, vond je leuk? Ja. Oh, yes, hey. Die peuk net en zo gooi je niet in, hè. Jullie moeten allemaal Ayla gaan volgen op Instagram. Ik zet het hieronder. Hey, gewoon doen. En Nick ook natuurlijk. Hey. Okay. En willen jullie allemaal abonneren op Nick's kanaal? Ja, en als duimpje omhoog. Hey, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.